Duizenden patronen lachgas had Marcel de Wit nodig voor zijn kunstwerk. Het was een fluitje van een cent om ze bij elkaar te verzamelen. Dus ik ben ze gaan oprapen en heb op Facebook een oproep gezet van jongens, als jullie ze op straat zien, gooi ze eens bij mij door de brievenbus. En voordat ik het wist, kon ik niet meer door mijn eigen gang lopen en lagen er een paar duizend in mijn gang. Een groot deel van de patronen is afkomstig uit Culemborg, waar ze ook een toename van het gebruik zien. De gemeente verzamelde alle patronen die op straat lagen en schreef een prijsvraag uit. We wilden bewustwording creëren bij ouders en zeker ook bij jongeren door het in beeld te brengen en zichtbaar te maken van hoe groot is die omvang. Dus hoeveel patronen hebben wij opgehaald in 2 maanden tijd? Dat geeft wel een goed inzicht. Dit kan het effect zijn. Hoewel de schadelijkheid meevalt, zijn ouders er toch vaak paniekerig over omdat ze er weinig van weten. Tijd voor voorlichting, vonden ze bij het Trimbos Instituut. Voorlichtingsmaterialen zijn niet alleen om te waarschuwen voor middelen die riskant zijn. Het kan soms ook helpen om een morele paniek weg te nemen of morele onrust weg te nemen. En daar zijn deze materialen met name voor bedoeld. Zowel voor gemeenten, voor ouders als in september ook voor docenten. Advies van het Trimbos: als je nul risico wil lopen, doe het dan niet. En anders met mate.